Goedemiddag, Leu. Daar was ik weer. Hij niet dacht, hè, in deze coronatijd, dat ik toch nog kwam. Met mijn mooie strik, mijn jurk, mijn schoon. Ja, theater terug in de tijd. Marion Wesselink, weet jullie nog wat? Ik wil met jullie hem over 75 jaar bevrijding. Dat is een zetleen, hè. Ja, er zit er nog wel wat, die hebt dat nog metmaakt. En bij die 75 jaar bevrijding, er hoort ook zo'n mooie vrijheidsvlag bij. Ik heb me er ook eentje aanschaft. Ja, Almelo viert vrijheid. Ja, ik kan er nog wel één ding over vertellen. De vlag in Zolderwijn op 5 april was allemaal in kannen en kruken. En wat was er? Geen vlag. Maar ja, dat was allemaal een beetje misgaan. Hij lag nog in Roemenië, heb ik gehoord. Maar er is heel wat opijverd door zo'n regiegroep. En ze hebben voor elkaar gekregen om hem een paar dagen later aan te bieden. En nu kan iedereen tot en met 5 mei een hele dag de vlag mooi boeten laten hangen. Dag en nacht. Wat een reclame, hè? Ja, dat wil ik ook even maken. Maar ik hang hier mooi aan een stoel. Als jullie het goed vindt. Die bevrijding, den had heel wat, heeft heel wat te doen gemaakt in Almelo. Want het was geen 5 mei dat er bevrijd werd, maar het was 5 april. En het begon zelfs op 4 april. Ik heb Leu spreken die dat allemaal nog met heeft gemaakt. Leu die nu zo'n beetje tegen de 90 aan loopt. En sommigen van hun, die kunt dat nog precies, tot in de kleinste details, kunt u dat laten weten. Een klein stukje van wat u Leu verteld hebt, wil ik jullie wel eens laten horen. Ik doe zowat alles door in het plat. Ja, de meesten zijn dat van mij wel gewend. Maar dit doe ik toch wel even in het Hollands. Zo heb ik nog een verhaal van meneer Gerard Kokhoes. En dan heeft destijds woonde in Almelo en zijn vader dan werken bij het spoor. Hij was door bij de dubbele spoorwegovergang. En hij zelf, de Gerard Kokhoes, heeft heel wat beuk geschreven over Almelo. Maar ook over heel Twente. En ook een speciaal boek over de bevrijding. Hij vertelde me waar de Canadezen destijds Almelo binnen gaan. Want er waren heel wat bruggen die waren opblazen. En hij was toen zelf een jong van een jaar of 14. Ja, ik zet er even een bril bij op. Gerard Kokhoes dan vertellen dat er destijds heel voldaan is om te zorgen dat die Canadezen, want dat waren onze bevrijders, dat die naar Almelo heen kon en Almelo kon bevrijden. Ze hebt destijds dus probeerd om de goede bruggen, om die te vinden, waardoor ze toch naar Almelo heen kon, want ze moest met van die hele grote, ja, hoe noem je die dingen toch ook alweer? Help me eens even denken, laat me eens even kijken, hoe heet die dingen? Die tanks, ja, van die grote tanks, met van die grote rupsenbaan. En dan moesten ze met oude weg. Maar ja, hij had een brug opblaast, waar die Duitsers iedere keer deden, dan kwam hij niet weer. En toch was hij een brug, een spoorbrug, waar ze overheen kon. En dat hadden ze niet in de gaten. En doorduur is het lukt om de meeste Leu in Almelo toch te bevrijden. En doorduur heb ze heel Almelo aan die kant, dan moet je eigenlijk Almelo-Zuid moet je dat eigenlijk noemen, heb ze op 4 april al bevrijd en op 5 april de rest. Want bij de Friese brug nog een timmermis. Daar konden ze niet wieden. Ja, en als ik al die verhalen vertel, het zint er zoveel. Zo heeft een Gerard Kokhoes, heeft bijvoorbeeld ook allemaal mooi op papier zet waar ze allemaal heen gingen. En waar die Duitsers en waar die Canadezen elkaar tegenkwam. En waar de hele gevechten bij het West. En waar heel wat bom toch slachtoffers heeft gemaakt op de allerlaatste dagen. Hij zegt ook, en dat zegt heel wat Leu die wij nog spreken hebt en die de oorlog nog met hebt gemaakt, dat vooral die geluiden van die luchtaanvallen,
dat ze die nooit weer vergeet. Dat het altijd in hun geheugen bleef staan. Ja, en zo hij ook een verhaal van Dien Kamps. Dien Kamps, Kamp, die woonde in Bolkshoek. En die woonde dus ook aan de Gravenallee. En daar kwam die Duitsers ook. Ja, en er was er ook zo'n Canadees die daar kwam op het lessen. En hij had wel in de gaten, want zij was toen al een jaar of 16, 17. Oh, dat is wel een mooi meken. Maar hij kwam bedrogen uit, want hij kwam van de kolenkermis toe. Want zij had te lang op Thomas gezien. Ja, Thomas Kamp. En door ze later ook met trouwt. Dus hij kwam voor niks. En zo bent er volle dingen die de oorlog heel bijzonder maakt hebt. Ik kan er een heel neen over vertellen, maar dan moet jullie maar eens gewoon lezen. Ik heb hier van een meneer Lichtenberg, en wonen in Buurstede, dan heb ik een gedicht van gekregen. En dat gedicht, dat heet Wij nog. Wij nog van die mooie dagen, van voor roem 70 jaar in april, toen de Canadezen kwamen. Met dat grote, zware spil. En met al die knappe manlui, die zo hoog stunden door. Met hun lachende gezichten en hun mutsen op één oor. Wij nog, dat de vlag uitstak en dat reupen. Wie zijn vrij? En dat de muziek begon te spelen. En dat wie waan, zo blie, zo blie. En dat wie door het Wilhelmus zong, het eigen ole leedke weer. Wij nog dat de onderdukkers, allemaal reizen onze vijand weer naar huis. Wie, vaarwel, zijn tegen de Prus. Wij nog dat wie boeten mochten, dat wie weer boeten mochten. Net zo lang als het ons meer leek. En dat het fijnste maar niet aandeden. Omdat toch geen mof meer keek. Wij nog van het eerste kupje. Echte koffie. Echte thee. Was je net of een engeltje ons zomaar over de tong deed. Wij nog van die witte stoet. Toen proeven wie de krenten pas. Een halve stoeten kon je wel op. Want het was als net of een taten was. Wij nog dat suikerkring. Helemaal zonne, dat was een strop. Maar met ietsjes onder een kurk zoeken we hem lekker op. Leu, al zijn volle dingen nog niet zoals het hoort. En zoals het moet. En zoals het hoort, laat maar dankbaar denken dat er volle goeds al is gebeurd. Maar wij zijn toch maar mooi bevrijd. Proost op die bevrijding. Chemin Tendre. 1945. Dit was 20 jaar na de bevrijding. En dan geeft het over 20 jaar herwonnen vrijheid. Maar ondertussen is dat 75 jaar. Dus dit is al wel een heel ontzettend len. Maar vergeten doen we het nooit. Want het blijft belangrijk dat wij in vrijheid rond kunnen lopen. Ja, wat ik jullie nog wel wil vertellen, die Canadezen die komt ook nog steeds elke 5 jaar naar Nederland. Vanwege het feit dat zij toch wel degene bent west, waardoor wij hier in Nederland onze vrijheid weer hebben gekregen. En ik ken een familie van Spijker, en heeft ook al sinds 1995 heb zij Canadezen in huis, de echte veteranen. En ook dit jaar zal er een veteraan bij hun komen. Die man was ondertussen al 95 jaar, maar ja, duurde in corona, kan er niet komen. Maar hij is nog heel tijd heel goed te pas en hij heeft gezegd, ik doe er mijn best voor, het volgend jaar toch nog feest is en
toch wat mag inhalen, omdat er nu niks van duur gaat, dan hoop ik toch dat ik volgend jaar alsnog naar Almelo kom. En dan ben ik 96. Even vertel. En dat was, hij heet Tony. Tony. En zijn nachtennaam ben ik vergeten. Maar Tony dan komt dan bij de familie van Spijker. En dan willen heel graag, samen met de Nederlanders, die bevrijding met mij. Tot dan allemaal.